DAZN. Tegen Lommel, dat betekent Ola Adebomi in de spits. En Limbombe op de flank met ook... Want ja, je weet toch maar nooit, zeker als je als Eupen zakt en uit de hoogste afdeling komt, dan is er toch altijd wat aftasten. Hoe zit het met die nieuwe groep? Hoe zit het met die nieuwe reeks? Nou, het kan zowel voor een links- als een rechtsvoetige. Servet, nee. Kopman, bal is niet buiten geweest. Ola, Adebomi. In duel met Bayer. Hij wint het duel en kan voortrekken. En is dit de goal van Limbombe? Nee. Krijgen we een tweede corner. Maar wat een kans voor Limbombe. De kopbal gaat wel binnen. En zo staat het. 0-1 voor Beveren. Ahmed Katir. Ja, daar heeft hij zijn eerste goal. Katir. Ja, knap gedaan hoor. Goed naar de grond gekopt. Dat 19-jarige talent van SK Beveren. Hoger dan Gorenc. En renner geklopt. Goed meegegeven met Emon. Die trekt voor. Ja, Keita. Zetten er nog een voetje tegen. Nu, mooi, onder controle. Baye, kan die misschien eens trappen? Nee, hij opent. Bito Mazzala, laag. En daar is de gelijkmaker van Renault Emel. Nauwelijks een minuut na de openingsgoal staat het 1-1. Het openingskwartier goed geopend door Baye voor Bito Mazzala. Die brengt laag voor. En helemaal alleen... Tussen de twee centrale verdedigers in staat daar een spits genaamd Renault Emel. Met zijn tweede van het seizoen. Ola Adebomi kan de bal niet bijhouden. Het is... Weer de thuisploeg die de bal heeft. Keita. En Charles Cook. Even naar binnen trekken en dan uithalen. Bito Mazzala. Ja, er waren er heel wat die die bal erin zagen. Ja, dit zijn echte kansen. Het deed een beetje denken aan die poging van Keita. Ook nu... Te weinig rust aan de bal bij Eupen. Ruimte bij Limbombe. Gaat hij eens proberen. Limbombe met een schuiver. Maar renner pakt. Eupen kan nog altijd geen beroep doen op Nuruddin. Die geblesseerd is. Daar is de vrije trap rechtstreeks in het zijnet. Van Genechten. Trekt zich op gang. Dan even halt houden. En kantelt hier richting Keita. Goeie aanname. Hallo is mee. Opnieuw goed van Koopman. Met de grootste voor de thuisploeg. Bye. Te laat. Oeh, dat was goed gezien door Ola Adebomi. En zo krijgen we de 1-2. Jawel. Assist voor Matty Servet. Hier goed gezien door Ola Adebomi. Limbombe is snel. En daar is Servet. Geeft mij die bal maar. Stond perfect opgesteld. En aarzelt niet. Krult hem gewoon binnen. Limbombe laat. En Servet scoort. Houdt die bal bij en duwt de bal dan tot bij Charles Cook. Wat een geweldige actie van Isaac Nuhu. Het geel is voor Servet.
Fantastisch wat Nuhu liet zien. Vrije trap, Bito Mazzala. 4 minuten extra. De kopbal van Pasa is over. Het levert Eupen een corner op. Overgetikt door Reus, de lange Nederlandse doelman. Kort genomen corner. Hakt de bal. Maar vindt Van Genechten niet. En Put maakt een einde aan de eerste helft. Gorenc, weliswaar gewisseld, maar ook Van Genechten. Ja, dat is goed van Keita. Mag doorgaan. Keita met Charles Cook voor zich. Keita geeft de bal aan Nuhu. Die kan trappen. Nuhu! Daar is Ola. Ola moet scoren. Ola legt hem niet binnen. Wat een kans om die zege echt veilig te stellen. Maar Ola Adebomi offside. We kijken naar de overkant en dan gaat hij wel binnen. De Jong pas op het veld. En ja, Selim Begovic, zijn twee handen invallers, maken er 2-2 van. Charlie Skan en De Jong. Net na die mogelijkheid van Ola Adebomi vanuit buitenspel weliswaar. Aan de overkant Charlie Skan en dan in één tijd deel binnen. Charlie Skan, uitstekend ingevallen en dan Deom op de goede plek in één tijd binnenkant rechts. Reus. Deom met een vrije trap. Nou, dit Eupen wil wel hoor. Wil de 3 punten. Deon. 10-8 in het voordeel van Eupen in de doelpogingen intussen. Keita kan er nog één bij doen. Maar hij trapt de bal gewoon op Reus. En dan Wuitens die de bal niet goed wegkrijgt. Ola Adebomi. Limbombe. Batinama wordt misschien wel de joker van Selim Begovic. Shane Batinama. Eerst kijken naar Charles Cook. Goed, van Wuitens. De Jong. Met links proberen, maar Reus pakt. Daar is een tegenstander zomaar omver, Limbombe. Batinama nog altijd niet op het veld. Deel. Nou, dat was een gevaarlijk spel. Van een van de doelpuntenmakers vanavond, Jérôme Deel. Een hand de hoogte in. De vuisten van Reus. En dan maakt hij een einde aan de wedstrijd. Geen winnaar in deze Eupen Beveren. Beveren blijft wel ongeslagen na 2 wedstrijden. Voort geen veranderingen achteraan. Wel in het middenveld met het nummer 14 Jansen die er dus bij komt. En voorts ook hetzelfde trio vooraan. Bij Framborin ook 2 wijzigingen met dus Donné. Zijn papa jarenlang de doelmannen getraind bij de jeugd van Lokeren. Zijn jongere broer ooit wel gespeeld bij Lokeren. Vorig seizoen weinig wedstrijden gemist in Eerste Nationale. Ziet nu een goede aanval van Franck Bonin. Franck Kot met de voorzet. Die werd lichtjes gedevieerd door Dianganga. Eerste corner van de wedstrijd. Nog geen 5 minuten aangetikt. Dit is een ingestudeerd nummertje. En dit is mooi gedaan. En een fantastisch fraai doelpunt. Gescoord door Adrian Trots.
Het nieuwe Poolse talent aangetrokken door Fran Borin. Hij heeft nog geen 5 minuten nodig om impact te hebben bij zijn nieuwe ploeg. Wat een mooi ingestudeerd nummertje op deze corner van Fran Borin. Grandjean is natuurlijk terecht blij. Is uitgevoerd. Hier de kaatsen en de tikken. En dan inderdaad met het nummer 21, de nieuwe man. In de ploeg gekomen voor Ruiz Atil, die vorige week niet wist te imponeren tegen La Louvière. En dat doet die 21-jarige Pol. Deze wedstrijd zijn Brecht de Vrieze en Maarten Toubac. Federef is Anthony Letellier. De bal wordt weggekopt. De Soleil was daar blijven liggen. Iemand struikelde ook nog over de Soleil. Wordt niet doorgekopt door een eigen ploegmaat. Healy dan opnieuw. Zeker geen slechte trap en die bal is binnengekopt, maar de vlag de hoogte in. Dat feestje gaat niet door, maar Wadden gaat zo meteen uithalen op het doelkader. Brunier is de man die gaat binnenkoppen. En stop. Aanval van de thuisploeg. Een voorzet komt. Met zijn tweeën in de box van Moerzeke. Kop. Oordeelt Stevens. Ik heb niet zo gek veel aan de hand. Nu dan misschien een trap van Moerzeke. En een van de weinige momenten. Eén titel. Beste speler bij Lokeren vorig seizoen. MVP van de tweede amateurklasse in datzelfde jaar. 2 minuten extra tijd zijn erbij gekomen. Daar is al een halve minuut van verstreken. Van Moerzeke. Niemand echt bereikt. Bouchou moet als eerste op de bal zijn. Is vrij laat. Best een goede bal nu op in die bonen. Bouchou is best goed en daar de eerste grote kans in de wedstrijd voor thuisploeg Lokeren Temsen. En beperkt zijn om nog een keertje aan de goal te komen van deze man Xavier Gies. Naar expected goals staat het ongeveer gelijk. Cijfer voor wat het waard is, want Fran Borin gaat heel de dans leiden. Momenteel staat het 0-1 voor de bezoekers uit Wallonië. Een doelpunt van een gloednieuwe jongen die ze dus aan de kern deze week hebben. Altijd geen wijzigingen op deel bij beide teams. Soumaré, goed doortikken. Hier zit wat in. Lokeren Temsen voor de goal. Nee! Daar was Sam van Aarschot. Met de beste kans in de 55. Sam van Aarschot. Seizoen. Maar wat een namen zaten toen in die ploeg van Club Next, als je daar naar terugkijkt. Een Jorne Spinees was daarbij, Maxime de Kuiper, nu jongens in de A-kern. Inias van der Bremt, Sabbe was er ook, Noah Mbamba. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Maar we zijn in de aanval met Fran Borin. En we zijn hier met een trap van de Soleil die bijna in doel belandt. Van Rafelgem. Matty Servet nu bij Beveren aan het voetbal. Thibaut Bato en Romeo Vermand. Nu dan Van Houter. Wordt die bal gedropt of niet? Tot bij een ploegmaat. Voskeu. En die gaat erover. En ook over de goal. Het doelpunt gaat niet door. Van Cassaert. Niet veel, maar Lokeren Temsen heeft wel Lokeren Temsen op een 0-1 uitdraaien. Zometeen komt nog Fuseni Urosama op het veld. Topschutter bij de belofte. Beloftevolle aanvaller dus. Best een goede lange bal van Moerzeke, komt door. Had hem eigenlijk terug moeten koppen. Tijd is verstreken. En Tom Stevens maakt er ook meteen een einde aan.
De eerste wedstrijd op profniveau van Lokeren Temse.